Nou, of dat ik op mijn eigen begrafenis ben. Dit is gewoon onwerkelijk. Verwacht hoor. Het is moeilijk. Heel moeilijk, ja. Er komen ook heel veel mensen langs met bloemen en kaartjes. Ja, doet dat dan wel goed? Ja, maar af en toe wou ik gewoon dat ik gewoon minder aardig was, want hadden ze dat allemaal niet gedaan, was het afscheid makkelijker geweest. Maakt het misschien ook wel extra zuur juist. Dat, precies, ja, het maakt het extra moeilijk. Even kijken, tientje precies alsjeblieft. Dankjewel lieverd, neem je die ook mee? Het afgelopen jaar was het zwaar om de winkel draaiende te houden. Daarom was de visboer maar 3 dagen per week open. In maart heb ik op een gegeven moment besloten, want toen konden we zelf niet meer bestaan van dit. Ben ik ernaast 2 dagen gaan werken. En dat is een paar maanden goed gegaan. Na de zomervakantie was het niet meer te doen. Ik heb ervoor gekozen om er nu mee te stoppen, voordat het te laat gaat. Voordat ze me konden sluiten. Ja. Deze dagen staan in het teken van afscheid nemen. Klanten komen kaartjes en bloemen brengen of schrijven lieve woorden in het gastenboek in de winkel. Hallo, ik heb je vast.